Praise God. Thank you, Pastor Schuitema, for letting me preach this morning. Dankjewel, Pastor Schuitema, dat ik mocht preken deze morgen. If you want to move around a little bit, you can stand. If you want to, als je wilt, if you watch staan. Live stream, you can stand and move your body a little bit. And in China, we always do all kinds of exercises. Beweeg een beetje. You know, that's Want no problem. In China doen we altijd even tussendoor even een paar bewegingen om weer lenig te worden. Amen. You can be seated again. Mag weer gaan zitten. I want to speak about protecting our mind. Ik wil spreken over onze denkwereld beschermen. Amen. It's in the same line as Pastor Bert's powerful sermon. Hetzelfde lijn als de geweldige preek van Pastor Bert. And so I was reading about a research done by a university in Australia. Ik las over een onderzoek van een universiteit in Australië. They found out that actors that played the roles in movies. Ze zijn uit erachter gekomen dat acteurs die een rol spelen. Experience after they play these roles, experience some kind of a trauma. Dan ervaren ze nadat ze die rol hebben afgespeeld een soort trauma hebben. They are so emotionally and intellectually and physically engaged in their roles. Ze zijn zo emotioneel, intellectueel, fysiek in hun rol betrokken. That it's for many of them it's very difficult to switch off and do as normal again. Dat het moeilijk is voor hun de rol weer uit te schakelen en weer normaal te gaan leven. Some report having nightmares or intrusive thoughts related to these roles. Sommige acteurs hebben nachtmerries en opdringende gedachten in hun rol. I once read the story about the actor that played the role of Jesus in the movie The Passion. Ik las een keer een verhaal over de acteur die Jezus speelde in de film De Passie. And he witnessed and said it totally changed my life. En hij vertelde heeft mijn leven compleet veranderd. And so also Kit Harington who played a role in Game of Thrones. Een persoon die Kit Harington die in de Game of Thrones een rol speelde, had to go into rehab after the play was over because she couldn't handle without playing this role. Moest een ontwenningskliniek binnengaan nadat de rol afgespeeld was, want ze kon niet wennen om weer normaal te gaan leven. And so this is something that we have to consider and think about because the way we act, the way we do things has a great influence on our mind. En hier moeten we over nadenken, want de manier waarop wij handelen en hoe wij leven hebben een grote invloed op onze denkwereld. Your behavior will influence your mind. Jouw gedrag heeft een invloed op je denken. And your mind will influence your behavior. En je gedachten zal weer je gedrag gaan beïnvloeden. And they work together. En ze werken samen. And so I want to read about Romans 12, verse 1 and 2. Ik wil lezen uit Romeinen 12, vers 1 en 2. About protecting our mind. Je denkwereld beschermen. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. En word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en het volkomene. Amen. Let's pray. Father, we thank you for your presence. Vader, we danken u voor uw aanwezigheid. We thank you, God, that you are here to help us. Dat we hier zijn om u te helpen. Father, we pray that you will mightily move by your Holy Spirit. Vader, we bidden dat u door de Heilige Geest krachtig beweegt. Give me an anointing and help me to speak. Geef mij salving, help me te spreken. And I'm asking your presence in Jesus' mighty name. En ik vraag voor uw aanwezigheid in Jezus' machtige naam. And the people of God is saying. En Gods volk zegt. Amen. So let's first look to this second verse. The first statement that Paul makes, don't become like the people of this world. En laten we eerst kijken naar het tweede deel van het vers, want Paulus zegt, word niet zoals de mensen van deze wereld. And so if you don't like your behavior, als je niet houdt van jouw gedrag, then change the way you think. Verander dan hoe je denkt. All the things you do, alles wat je doet, or you do not do, of wat je niet doet,
have the connections with your mind. Heeft de connectie met je denkwereld. This is why the Bible says repentance starts in the mind. Daarom zegt de Bijbel bekering begint in de denkwereld. Right actions start in right thinking. Juiste handelingen beginnen in juist denken. 1 Peter 1:13. 1 Petrus 1 vers 13. Therefore gird up the loins of your mind, be sober and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Omgord dus de lendenen van uw verstand, wees nuchter en vestig uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Another translation says preparing your minds for action. Andere vertaling zegt bereid je denkwereld voor actie. It is like you are going to walk for a long distance. Alsof je ver gaat lopen. And now you prepare, you take the right shoes. En je bereidt je voor met de juiste schoenen. You put some right clothing on that will not disturb you when you go walking. Je trekt de juiste kleren aan die geen last hebben als je loopt. He prepares himself for that what he is going to do. En bereidt zichzelf voor wat je gaat doen. And so if you want to do something. En als je iets wilt gaan doen. If you want to accomplish something. Als je iets wilt gaan voorbereiden. It starts here. Dan begint het hier. You have to prepare your mind. Je moet jezelf je denkwereld voorbereiden. And so this is what Peter is talking about. En dit is waar Petrus over spreekt. And if we don't judge the mind. En als wij de denkwereld niet oordelen. We will eventually do the wrong things. Zullen we uiteindelijk het verkeerde gaan doen. And Jesus was warning about that in Matthew 5 verse 28. En Jezus in Matthäus 5 28 waarschuwde daarvoor. I said, but I can guarantee that whoever looks at a woman and desires her, and this is a long term of desiring and thinking about her. En hij zegt, ik zeg u, ieder die een vrouw aanziet en haar begeert, dat is een lange termijn verlangen. He already committed adultery in his heart. Heeft hij al in zijn hart echtbreuk gepleegd? It is that you will eventually do that what is in your heart. Je gaat uiteindelijk doen wat in je hart zit. And this is something if you don't judge what's in your mind. En dit is iets als je niet oordeelt wat in je hart zit of in je denkwereld zit. No, but you know, we cannot help that things pop up in our minds. We kunnen er niks aan doen als er plotseling iets opschiet in je gedachten. Everybody has thoughts. Iedereen heeft gedachten. He would never tell anybody. Die hij aan niemand ooit zal willen vertellen. Because you feel ashamed. Je schaamt je. It comes up in your mind. Het komt in één keer in je denkwereld. That Paul says it's demonic many times. It's our arrows that the devil is shooting in your mind. En Paulus zegt het is demonisch pijlen die de duivel afschiet in je denkwereld. It comes up in your mind. Het popt naar boven in je denken. It has nothing to do with you. Het heeft niks met jou te maken. But it tries to make you think about it. Maar hoop dat je erover na gaat denken. And so you have to judge these things. En je moet die dingen gaan oordelen. You must say no, that is wrong. En zeggen nee, dat is fout. No, that is from the devil. Dat is de duivel. And you must be clear in what is going on in your mind. En dan moet je duidelijk helder worden wat er gaande is in je denken. And so we cannot live and act. Always according what we feel. We kunnen niet altijd leven en denken volgens wat we voelen. This is an amazing thing that people actually think that what they feel or what they think is true. En het is een vreemd dat mensen echt denken en wat zij denken en voelen dat het ook waar is. They look to somebody. Ze kijken naar iemand. And then they know. En dan weten ze. He doesn't like me. Hij mag me niet. How do you know? Hoe weet je dat? Well, that's what I feel. Oh, dat is wat ik voel. I feel that. Dat voel ik. Well, that's idiot. Nou, dat is idioot. Amen. That's stupid. Dat is stom. To think that what you feel is the truth. Om te denken wat jij voelt dat het waar is. Jesus is the truth. Jezus is de waarheid. Not what you feel is the truth. Niet wat jij voelt is waar. You can feel all kinds of things. Je kunt allerlei dingen voelen. You can feel things about your future. Over dingen over je toekomst. You can feel things about your wife. Je kunt dingen voelen over je vrouw. You can feel things about your husband. Over je man.
But that does not mean that is the truth. Maar dat betekent niet dat het waar is. That is not, does not mean that that is right. Of dat het juist is. And so we have to be able to judge that what we feel and think. En wij moeten in staat zijn om te oordelen wat we voelen en denken. And so this is always the problem in people's life. En dit is vaak het probleem in het leven when van they mensen. Act on what they feel. Als zij handelen op wat ze voelen. Then they reaffirm actually their feelings. Dan bevestigen ze eigenlijk hun gevoelens. And the feelings become more convicted because they act on it. En gevoelens worden meer overtuigend omdat ze er weer op handelen. And this is always destroying relationships. En dit vernietigt altijd relaties. Things come between people because we think things, we feel things. Dingen komen tussen mensen want we voelen en denken dingen. God wants to help us. God wil ons helpen. That we are focused on his will. Dat wij gericht worden op zijn wil. There's only one thing that is sure. Er is maar één ding wat zeker is. That's the will of God. Dat is de wil van God. That's the word of God. Dat is het woord van God. And we can be focused on that. En wij kunnen daarop gericht worden. And so adopting man. En zo een adopteren van. Adopting, unbelieving. Twijfelen van iets. He is, the Bible, James says, he is unstable. Jacobus zegt, je wordt onstabiel. He is unstable because he is doubting. He is not secure. He is not stable in his mind. Je bent onstabiel, want je bent aan het twijfelen en niet stabiel in je denken. He is hesitating. Je bent aan het aarzelen. Yeah, but maybe, you know, maybe I should do this. Misschien moet ik dit doen. Oh, maybe I should do that. Misschien moet ik dat gaan doen. And maybe, you know, that's why what Pastor Baird is preaching was so powerful. It's so wise to ask your pastor. Daarom wat Pastor Baird zo krachtig preekt, is wijs je pastor te vragen. Make decisions only concluding on your own mind. Niet alleen maar beslissingen te maken die allemaal uit jouw eigen denkwereld komen. But the problem is that many people they don't focus. They don't say, well, this is the truth. This is the will of God. This is what God wants. And they become very unstable. En zo veel mensen die vergeten dat en ze raken de focus kwijt over wat de wil van God is en ze worden onstabiel. Faith is not an emotion. Geloof is geen emotie. Faith is based on the truth of the word of God. Geloof is gebaseerd op de waarheid van Gods woord. And this is what Peter is explaining in his whole letter. He says resist the devil. En dit is wat Petrus uitlegt in de Bijbel. Weersta de duivel. And be steadfast in the faith. En wees standvastig in geloof. So the devil will always manifest himself in two areas. De duivel wil zich altijd manifesteren in twee gebieden. He is like a snake. Hij is als een slang. He is speaking lies. Hij spreekt leugens. He brings deception. Hij brengt misleiding. And temptation. En twijfel en verzoeking. Trying to destroy relationships. En probeert relaties te vernietigen. Trying to put something between the disciple and the pastor. Probeert iets tussen de discipel en de pastor te plaatsen. Between the man and wife that are married. Een man of vrouw in het huwelijk. Tries to set up people against each other by speaking lies in the mind. Probeert mensen tegen elkaar op te zetten door leugens in de denkwereld te plaatsen. Now the world is filled with this. Nou, de wereld is gevuld daarmee. People don't trust each other. Mensen vertrouwen elkaar niet meer. These people think things about each other. Ze denken dingen over elkaar. And they have listened to the lies. En ze luisteren naar leugens. The devil will show himself like a lion. En de duivel toont zichzelf als een leeuw. This brings fear in people. Dit brengt angst in mensen. This is he tries to overwhelm you with what's happening and what's going on in life and all the things that we see around and what you are watching on YouTube. En hij probeert je te overweldigen met dingen die aan gaande in je leven zijn en om je heen en wat je ziet op YouTube. Rawr! Whoa! It's gonna happen. Het gaat gebeuren. It's gonna die. Je gaat sterven. Amen. And so that's the way. He is a snake. He is a lion. Hij is een slang en hij is een leeuw. And he tries to
push you away from Christ. En hij probeert je van Christus weg te duwen. From the will of God. Van de wil van God. So maturity is learning to see the difference. Zo volwassenheid betekent dat je leert het verschil te zien. You learn to make a discernment in what's happening in your mind. Een onderscheid gaan zien wat er gebeurt in je denken. A grown up man is able to see and he is a base is his thinking on the word of God. Een volwassen man is in staat om te zien wat er gebeurt in zijn denken gebaseerd op Gods woord. Now let's secondly look to be transformed, be renewed and the renewing of your mind. Laat als tweede gaan nadenken over wees vernieuwd in uw denken, wordt hervormd in je denken. And stability in the mind. Een stabiliteit in het denken. And so many times this we are pushed in this because of troubles and difficulties. Nou, heel vaak worden we geduwd in dit door problemen en moeilijkheden. God is using many times the difficulties of life to change things in our minds. God gebruikt vaak moeilijkheden om onze denkwereld te veranderen. It was a radio program. Het was een radioprogramma. People could call into that show and make some remarks. Mensen konden bellen en dan opmerkingen maken in de show. And there was a Roman Catholic and they were discussing when does life begin. Er was een Rooms-Katholiek en ze spraken erover wanneer begint het leven. And this priest was saying, well, you know, life begins at conception. En de priester zei, leven begint bij bevruchting. But he says, I know, I acknowledge that some believe that life begins when the baby takes his its first breath outside the womb. En hij zei, ik weet dat sommigen geloven dat leven begint als de eerste ademhaling wordt gehaald. So one caller phoned in. En één beller belde op. And he said, well, I believe, he said, that life begins. En hij zei, ik geloof dat leven echt pas begint. When the last kid leaves the home. Als het laatste kind het huis verlaat. And the dog dies. En de hond eindelijk sterft. And I said, amen, that's a good one. Ik zei, dat is een goeie. Amen. And so, just doesn't the story has nothing to say. But it has some applications, amen. Nee, weet je, ergens raakt dit verhaal de preek. Amen. Yeah, amen. And so, you know, you get kids and they push you. You have to learn something. Je hebt kinderen, ze duwen je en je moet iets leren. You are coming in different kind of problems and difficulties. And I say, man, what to do with this? Je komt in problemen terecht. Je denkt, man, wat moet ik hiermee doen? How to handle this problem? How to do this? Hoe ga ik dit oplossen? Hoe ga ik dit doen? Everything is very simple when you were single. Alles was makkelijk toen je alleenstaand was. Amen. But then you married and then you get kids that it's complicated. Je trouwt, je krijgt kinderen, wordt gecompliceerd. And it pushes you to educate yourself. En het brengt jou dat je jezelf moet onderwijzen. You have to rethink your values and say, well, what's the reason I'm living? What I'm doing? How I'm going to fix it? En je moet weer gaan denken en je waarden en waarom leef ik en hoe ga ik dit oplossen? And so problems are forcing us to look into the word of God and say, God, what do you think about this? En problemen dwingen ons om te kijken naar Gods woord. Wat denkt u hiervan? So that you have a better understanding. This is can happen in your marriage. Dat je een beter begrip hebt, want dit moet wat kan er gebeuren in het huwelijk? In your finances, problems in your ministry. In je financiën, problemen of in bediening. You are pushed to look to what God is saying. What do you think about this? How do you want to do this? En je wordt geduwd ernaar om na te denken, wat wil God en hoe wilt u dat ik dit doe? But listen, there are people, they will never learn. En er zijn mensen die gaan gewoon nooit leren. They listen to all the sermons. Ze luisteren naar alle preken. They read the Bible. Ze lezen de Bijbel. They never learn. En ze leren nooit. They learn but never learn. Ze leren om nooit te leren. That's what Paul is talking about in 2 Timothy 3 verse 6 and 7. En daar is wat Paulus over spreekt in 2 Timotheus 3 vers 7. For of this sort are those who creep into the households and make captives of gullible women loaded down with sin, led away by various lusts. Tot hem behoren zij die zich in huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die zich met zonde beladen en zijn en gedreven worden door veel begeerte.
Now, if you read that, you said, "Man, this is a sinner." Dan denk je van, dit is een zondaar. This is someone, you know, that is not saved. Deze is niet bekeerd. But that's not true. Verse 7 says, "Always learning and never able to come to the knowledge of the truth." Maar dat is niet wat het zegt, want het zegt in vers 7 die zich ten alle tijden laten leren zonder ooit tot de erkentenis van waarheid te komen. So they always learning, but they never the knowledge never become a part of their mind in their thinking and their acting. Ze leren nooit, want hun kennis wordt nooit echt een deel van hun denken. Now listen, a few verses in that same chapter, 2 Timothy 3, verse 10. Nou, een paar versen verder in hoofdstuk 10, in vers 10. And then he said, "But you have carefully followed my doctrine." Maar gij hebt de volle aandacht geschonken aan mijn leer. And then what follows on that? Manner of life. Het wijze van doen. Purpose. Bedoeling. Faith. Geloof. Long suffering. Langmoedigheid. Love. Liefde. Perseverance. En volharding. And so in other words, it's different when you hear the word of God and you make it a part of your mind, of your thinking, of your lifestyle, your behavior. Andere woorden, als je dingen hoort, je maakt het een deel van je levensstijl, van je denken en je gedrag. Forming your mind and changing your behavior is a command from the word of God. Zo je denkwereld gevormd zien te krijgen en jouw gedrag veranderen is een opdracht van God. Now let's look into a stable mind. Laten we kijken naar een stabiele denkwereld. What is a stable mind? Wat is een stabiele denkwereld? Or maybe we have to say, after all that I already have said, how to get a stable mind. Of misschien beter, hoe krijg je het? The first thing. Het eerste. Has to do with the depth of my memory. Heeft te maken met de schuld in mijn, of de diepte in mijn herinnering, sorry. Ja. Yeah. And so this is the character of a trauma. Dit is het karakter van een trauma. You cannot forget. Je kunt niet vergeten. You lay in your bed, you wake up by nightmares. You cannot forget what happened to your life. Je ligt in bed, krijgt nachtmerries, want je kan niet vergeten wat er gebeurd is in je leven. That's what they call traumas. Dat is wat ze trauma noemen. You have to think about it again and think about it again, and it's influence your emotions and your passions. Everything going on in your life is focused on what happened. Je denkt maar, en dat heeft invloed op je emoties en alles in je leven is gericht op wat gebeurd is. And so, what about to have a positive trauma? Nou, hoe krijg je een positief trauma? Is that possible? Is dat mogelijk? How and this is has to do with your memory. En dit heeft te maken met je herinnering, je geheugen. What do you remember? Wat herinner jij je? If you look to your life, what do you remember? Wat als je naar je leven kijkt, herinner jij? What do you remember what God has done for you? Wat herinner jij wat God voor jou gedaan heeft? Do you remember that God saved you? Herinner je dat God jou redde? Do you remember that you were on your way to hell and God plucked you out as a burning wood stick? Herinner jij jezelf dat je naar de hel aan het gaan was en dat je God jou eruit trok als een brandende stok? That God helped you in the past, that God answered your prayers in the past, that God provided in your life. Dat God jou hielp in je leven en in het verleden en voorzag in je leven. You see, when the devil works with you and me. Als de duivel aan het werk is met ons. You forget everything what God did. Vergeet je alles wat God voor je deed. Say amen. Amen. And you only focus. En je wordt alleen gericht. What's going on right now? Op wat er gaande is nu. You only see the problem. Je ziet alleen het probleem. And you only think about that, what is going on right now. You forget about all the powerful things God has done. En je denkt alleen maar over die dingen na en vergeet de krachtige dingen die God deed. And so this is something, if you want to have a stable mind. En dit is iets als je een stabiele denkwereld wil hebben. You have to do something about your memory. Dan moet je iets gaan doen aan je herinnering. What do you remember? Wat herinner jij jezelf? How do you look to yourself? Hoe kijk je naar jezelf? How do you look to your life? Hoe kijk je naar je leven? How do you look to God? Hoe kijk je naar God? You some people think. Sommige mensen denken. And they think. Never happened with me. En dan zeggen ze, dat gaat nooit met mij gebeuren. Oh, everything is going wrong with me. Alles gaat altijd fout met mij. Oh, my life is so difficult. Mijn leven is altijd moeilijk. Oh, I have so many problems. Ik heb zoveel problemen. You know. When you think, als jij denkt, are you complaining? Ben je aan het klagen? I see all these hands. Yeah. Okay. No.
Are you murmuring? Ben je aan het mopperen? I don't have enough money. Ik heb nooit genoeg geld. Oh, this, oh, that. Oh, dit, oh, dat. Oh, my wife. Oh, mijn vrouw. Oh, my husband. Oh, mijn man. You know, there is no faith. Er is geen geloof. There's no basis of faith if you have a memory of complaining. Er is geen basis van geloof als je aan het klagen bent. And murmuring. En aan het mopperen. And you think back. En je denkt terug. How bad your life is. Hoe slecht je leven is. Guys, we're going to heaven. Man, we gaan naar de hemel. Does that bring a smile on your face? Brengt dat niet een glimlach op je gedacht, op je gezicht? Look at the car I'm driving. Oh, kijk nou eens naar de auto waar ik in rij. Oh, look to my problems. Oh, mijn problemen. I said, man, if you die today, it's great. Hey, als je sterft vandaag, dat is toch mooi? Don't suicide yourself. Don't kill yourself. But you know, spring it's van, a great van de thing to be with Jesus. Maar het is een mooi iets om bij Jezus te zijn. You're saved. Je bent gered. You're born again. God did great things in your life. Je bent gered. God deed grote dingen in je leven. Secondly, the depth of my affection. Tweede, de diepte van mijn affectie. Do you have a passion? Heb je wel een passie? Christians many times are so bored. Christenen zo vaak zijn zo verveeld. Bored in the things of God. Verveeld in de dingen van God. We can be excited about salary. Wij zijn opgewonden over salaris. New phones. De nieuwe telefoon. Clothing. Alle kleding. Did you saw that movie? Wow. Zag je die film? Are you still looking at movies? No. Okay. So, when was the last time you were excited about God? Wanneer was de laatste keer ben je opgewonden over God? Does God excite you? Is God maakte jou opgewonden? Thinking about him? Denk je over hem? Colossians 3:2. Set your mind on the things above, not on the things on the earth. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op aarde zijn. This word in Greek is proneo. Dit woordje in het Grieks is proneo. It goes beyond just thinking about things. Het gaat verder dan over dingen denken. It is the King James translation is better. It actually it says have an affection on. King James zegt je moet een affectie hebben. So voor. Don't just think about it. Zo denk er niet alleen over na. But love it. Maar hou er ook van. Love it. Hou ervan. Like it. Have a passion. Hou ervan en heb een passie. Some Christians, they love holiday. Sommige christenen houden van vakanties. No prayer meetings. Hoeven we niet meer te bidden. Hallelujah. We don't have to go to church. Nee, we hoeven niet naar de kerk. Yes, holiday. Eindelijk vakantie. Come on. Kom op. You lost your passion? Ben je passie in één keer kwijt? Well, this is the reason why our mind is not stable. Daarom is je denkwereld niet stabiel. You have to take care of your passions. Je moet zorgen voor je passies. Makes you stable. Zodat je stabiel wordt. Thirdly. Derde. How do you live? Hoe leef je? Because my behavior does affect my mind. Want mijn gedrag heeft effect op mijn denken. Here is maybe you remember in 2010 the Dutch actor and also musician Anthony Kamerling. En de Nederlandse acteur in ergens in 2011 Anthony Kamerling. He killed himself. Vermoordde zichzelf. He had problems with depressions. Had de problemen met depressies. And you know he had a nice family. Had een mooie familie. He had kids. Kinderen. Life was good for him. Het leven was goed voor hem. He had money. Had geld. There was everything looks very nice alles for this guy. Alles leek er goed uit te zien voor But deze what, gast. You know he played the cold-hearted Nazi officer. Kessel. Maar hij speelde een koudhartige nazi genaamd Kessel. In the movie The Exorcist. In de film The Exorcist. Those movies are very demonic. Deze films zijn heel demonisch. This man, something left behind him by playing this role. So wat er gebeurde is, er was iets bleef bij hem na de film voorbij was. He was not the same anymore. Hij was niet meer dezelfde. So if you ever play a role, you better choose for Jesus than for
Amen. So als je ooit een film speelt, speel liever Jezus dan Judas. Amen. Amen. And so it doesn't matter. It doesn't matter how you behave. Het is heel belangrijk hoe je je gedraagt. Amen. Did you know that this can change your marriage? Weet je dat dit je huwelijk kan veranderen? What about behaving like a Christian in your marriage? Wat denk je van gedragen als een christen in je huwelijk? How many times we pastors hear? Hoe vaak onze pastors horen? We hear that. Oh, my husband, he is so nice in church. Oh, die man van mij, die is zo goed in de kerk. But when he comes home, maar als hij thuis is, he's terrible. Dan is hij vreselijk. Amen. Why not behave yourself like a Christian? Waarom gedraag je jezelf niet als een christen? Amen. Come on, act. Handel ernaar. Yeah, but I don't feel like that. Ja, maar ik voel het niet. Yeah, well, that's the problem. Dat is het probleem. Now, in our behavior, in ons gedrag, one of the most important things, een van de meest belangrijke dingen, is a disciplined lifestyle. Is een gedisciplineerde levensstijl. Amen. A disciplined mindset, een gedisciplineerde levensstijl. Amen. If you would discipline yourself, als jij jezelf zou disciplineren, in doing things, in het doen van dingen. Be up early. Sorry? Be up early in the morning. Oh, sta vroeg op. Amen. Be disciplined in your prayer, in your reading Bible. Wees gedisciplineerd in je denken, in het lezen van Bijbel. It will greatly influence your mind. Zal het echt je denkwereld beïnvloeden. A disciplined lifestyle. Een gedisciplineerde levensstijl. Not just living like what comes up at that moment, that's what I'm doing. Niet gewoon leven waarna je gevoel, dat ga ik maar doen. I feel to do it and then I'm doing it. Ik voel om het te doen en dan doe ik het maar. Now, Peter said, no, prepare your mind. So think about what I'm going to do. Think about what's the plan for tonight. What's the plan for this afternoon. Petrus zei, weet je wel, je moet nadenken over wat je gaat doen. Denken over de avond en wat je dan wilt gaan doen. Prepare your mind for action. Bereid je leven en je denkwereld voor actie. And this is one of the beginnings of a stable mind. En dat is een van de beginstadia's van een stabiel denkwereld. And so 1 Corinthians 15:58. 1 Korinthe 15 vers 58. Therefore my beloved brethren, be steadfast, immovable. Daarvoor, geliefde broeders, wees standvastig. Always abounding in the work of the Lord. Onverwrikbaar, altijd overvloedig in de werken van de Heer. Knowing that your labor is not in vain in the Lord. Weten dat uw werken niet te vergeefs zijn geweest in de Heer. A disciplined lifestyle, doing the will of God, serving God, can greatly influence your mind in a positive way. Een gedisciplineerde denkwereld, God dienen, kan je denkwereld geweldig beïnvloeden. Now let's close with a focused life. Laten we nadenken met een gericht leven. And Romans 12:2. Let's read that again in a more easy translation. Romeinen 12 vers 2, makkelijke vertaling. Don't become like the people of this world. Word niet als de mensen van de wereld. Instead, change the way you think. Maar verander hoe je aan het denkt. And listen carefully. Then you will always be able to determine what God really wants. Dan zul je altijd in staat zijn uit te vinden wat God echt van je wil. That's what we need this conference. Dat is wat we deze conferentie nodig hebben. We need to come out of this conference really knowing what God really wants. We moeten uit die conferentie zien te komen wetende wat God echt wil. There are disciples listening right now. What we need is disciples that know what God wants them to do. Er zijn discipelen die nu luisteren. Je moet uitzien te vinden wat je weet wat God wil dat je doet. You must come out of a conference saying this is what God wants me to do. Dat je uit de conferentie komt en zegt ik weet wat God wil dat ik doe. That you can go to your pastor said, pastor, this is what God spoke to me. Dat je gaat naar een pastor en je kan zeggen, dit is wat God sprak tot mij. So that the pastor can confirm it or maybe disagree with it, I don't know. Dat de pastor het kan bevestigen of misschien er niet mee eens is, hoe dan ook. But this is so important for our life. We must understand the will of God in the times we live. Dit is zo belangrijk, we moeten begrijpen de tijd waarin we leven. Amen. And so The power of human beings is that we can make decisions. Zo de kracht van mensen is dat wij beslissingen kunnen maken. We are not the victim. We zijn geen slachtoffer. Of what's going on in this world right now. Maar wat gaande is in de wereld nu. Not a victim of our environment.
We zijn geen slachtoffer van onze omgeving. Not from because of a lack of education. Of een tekort aan onderwijs. We are not a victim of physical and biological influence somewhere from chemicals in your brain. We zijn geen slachtoffers van biologische of chemische werking in je brein. God holds you and me fully responsible for the decisions we make. God houdt ons volledig verantwoordelijk voor de beslissingen die we maken. And I'm free by the blood of Jesus to make moral decisions in my life. En wij zijn vrij om door het bloed van Jezus morele beslissingen te maken in het leven. I am responsible to judge my thoughts. Ik ben verantwoordelijk om mijn gedachten te oordelen. I am responsible if my thinking goes wrong. I am responsible to say no, this is not right. This is not the word of God. Ik ben verantwoordelijk als het denken fout gaat te zeggen, dit is niet goed, nee, niet Gods woord. I am responsible for restoring the authority of God in my life. Ik ben verantwoordelijk om voor de autoriteit van God in mijn leven. I have to make choices. Ik moet keuzes maken. What is right? Wat is recht? And this is what Jude in verse 20 is saying, but you, beloved, building yourself up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Daarom Judas zei, schreef, gij geliefde bewaart u, bouw uzelf op in het allerheiligste geloof. So faith is a decision, a concentration on God. Geloof is een beslissing en een concentratie op God. And so when we do this, and we say, well, you know, the world is getting crazy. En als we zeggen, we doen dit, maar je zegt, de wereld wordt gek. People, you know, do strange things. En mensen doen rare dingen. But I'm going to be focused on the will of God. Maar ik word gefocust op Gods wil. God has a plan. God heeft een plan. God has a will. God heeft een wil. God wants to use my life. Wil mijn leven gebruiken. He wants to work through my life. En werken door mijn leven heen. Listen to Psalm 1:1-3. Psalm 1 vers 1 tot 3. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, not stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Wil zalig de man die niet wandelt in de raad van de goddeloze, die niet staat in de weg van zondaars en niet zit in de kring van spotters. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Maar aan des Heeren wet welgevallig is en heeft en diens wet overpeins dag en nacht. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruits in its seasons, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Hij is als een boom geplant aan waterstromen, die vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt, en alles wat hij onderneemt gelukt. We want that. Can we say amen? Dat is wat we willen. Kun je amen zeggen? All that we do will prosper. Dat alles wat we doen, ondernemen, gelukt. It's because you take your advice from God. Omdat jij je advies van God neemt. You focus on the will of God. Jij focus jezelf op Gods wil. A sound mind is a surrendered mind. Een gezonde denkwereld is een overgegeven denkwereld. Most problems are simply there because we don't trust God. Veel problemen zijn daar omdat we God gewoon niet vertrouwen. Problems overwhelm us so easily because we lost our faith in God. Problemen die ons overweldigen omdat we ons geloof in God verloren. Discouragement is many times a twisting in our minds. Ontmoediging is vaak een verdraaiing in onze denkwereld. I remember the time when I was a young pastor. Als een jonge pastor. Going back from a conference very encouraged by the word and the preaching. Kwam ik terug van een conferentie, heel erg bemoedigd door de prediking. And I drive into Arnhem. I still remember those times. I drive into Arnhem. En ik reed Arnhem binnen. And I'm losing everything. En ik verloor het helemaal. Never happened to you guys, but it happened to me. Zou nooit gebeurd, maar wel tot mij. And all doubts and all insecurities and all bad feelings came back. En alle twijfel en onzekerheid en slechte gevoelens kwamen terug. And it was because I had an unstable mind. Want mijn denkwereld was onstabiel. Because one time you have it. Op een moment heb je. Next moment. Volgend moment. It's gone. Maar het is weg. Because we never learn. Omdat we nooit geleerd hebben. To discipline our minds. Onze denkwijze te disciplineren. We never learn to say wrong thinking. We hebben nooit gezegd fout. This is not right. Dit
Dit denken is verkeerd. This is what God is going to do. Dit is wat God wil doen. And only when you're going to focus on the will of God in your life. Alleen als je gaat richten op de wil van God in je leven. Focus on the word of God. Focus jezelf op Gods woord. You can be stable. Kun je stabiel zijn. Amen. Amen. It's so easy. It's so makkelijk. Some people, you listen to me, you know what is wrong. Nou, sommige mensen hier, je luistert, je weet wat fout is. It's your wife. Je vrouw. It's your husband. Je man. You know what's wrong. Oh, it's my pastor. Ah, ik weet wel wat fout is. Het is mijn pastor. And you're blaming. Je blamet ze. And say, oh, it's my boss. Het is mijn baas. If I had another job, man. Met een andere baan. You know what's wrong. En je weet wat fout is. But let me tell you, the devil is lying to you. Maar de duivel liegt wel tegen je. And you think you know. En je denkt dat je het weet. But you don't know. Maar je weet het niet echt. Your mind takes control je over your life. Je denkwereld neemt controle. But the Bible says you need to take control over what you feel and what you think. Jij neemt controle over wat jij voelt en denkt. It's so easy to entertain thoughts of mistrust. Het is zo makkelijk om gedachten van wantrouwen te entertainen. It's so easy. Heel makkelijk. It's so easy to have thoughts about brothers and sisters, pastors and disciples that make those thinking makes divisions. Gedachten te hebben over broeders, zusters, pastors en dan zulke soort gedachten, je maakt beslissingen. And Jesus warns, he said, do not judge your brother. En Jezus waarschuwde, zei, veroordeel je broeders niet. Because it's so easy to see the little speck in the eye of the brother. Makkelijk een klein splintertje zien in het oog van je broer. And you miss out the whole beam in your own eye. En je eigen balk die uit je oog steekt niet te zien. It's so easy. En het is zo makkelijk. And it has all to do with your mind. Het heeft allemaal te doen met je denken. And with your feelings. En je gevoelens. Let's be focused. Laten we gefocust zijn. Let's write down. Laten we het neerschrijven. This week things are going to be preached. Deze week gaan er wat dingen preken. You have to write it down. En je moet het neerschrijven. You have to remember yourself. En je moet jezelf herinneren. You're going back to your city. What is God's will? What is God speaking to you this week? Terug gaan naar de stad. Wat spreekt God tot me? Put it down on paper. Schrijf het op papier. Remember yourself. En herinner jezelf. Become stable in your mind. Het wordt stabiel in je denken. And focused. En focus. Otherwise, in the time we live, it's a, you know, the time we live is a difficult time. Nou, de tijd waarin we leven is een moeilijke tijd. It's oppression. It's you know, lies on the internet. All kinds of things are going on. Leugens op internet, dingen die gaande zijn. We need to be focused. Wees gefocust. On the will of God. Op de wil van God. His word. Zijn woord. Amen. 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 Thank you very Dank much. Dank je wel.